bij een nieuwe ochtend. Weet je nog dat we de video laatst afsluiten met ik hoop dat we goed doorslapen, want hij is wat langer op geweest en zo. Het was echt een drama nacht. Deze jongen is om de 2 uur wakker geweest. Ja, jij. En daarna was hij om 6 uur ook gewoon klaar wakker. Dus, we wachten op mijn zusje. Die komt vandaag oppassen. En ik moet een hele dag werken. Ja. Ja, wat zak. Ah. Wanneer ga je toch eens weer een beetje slapen? Dit is echt heftig. Ja, ik heb het over jou. Ik heb het over jou. Ja, een beetje brengen. Niet slaap dan. Kom maar, mama, jou een beetje brengen. Ik hoor de deur. Even stoppen, even stoppen. Flesje vasthouden. Liano. Hi, poppy. Kom. Zijn jullie samen aan het buiten spelen? Ja, moet het aan mij lopen. Is hij met jou aan het lopen? Wil je even daar zitten? Ja? Dag, Eko. Moet ik daar gaan zitten? Ja. Hi, poppy. Kom eens hier. Kom eens. Kom. Ben je lekker buiten aan het lopen? Is het mooi weertje? Ja, kom maar. Kom maar. Maar. Oh, kijk uit, schatje. Heb je niet al gedaan? Nee. Goed zo. Kom maar. Oh ja, we mogen nog 2. Milena, ga aan papa vragen of je scooter mag rijden. Oké, Mata. Ga papa vragen. Ja, kom. Nou? Wat mag van papa? Hi. En ja, jullie zullen wel afvragen waarom hij altijd in een roze loopstoeltje zit. Hè? Maar deze was nog van Liane of van Milena. En nu dachten we, ja, een nieuwe kopen kan. Maar ja, deze is nog hartstikke goed, dus ja. Maakt ook niet uit. Een mooi roze karretje, schat. Ja. Nee, papa. Wat is dat? Nee, papa. Oh. Dat is waar. Dat is mama. Ja, papa. Ik wil nog dat doen. Ja, papa even sleutel pakken. Ja. Nee, ik ga rijden. Ga jij rijden? Kijk, hij heeft papa de sleutel. Goed sturen, hè? Ja. Kijk maar of jij dat kan. Net zoals op de kermis, niet botsen. Hij dracht eraan. Sturen, sturen naar deze kant. Kom nog aan en goed sturen. Ja. Ja?
Doe hier maar eens proberen een rondje te maken. Doe maar zo proberen een rondje. Ja, dat is niks. Nou is het nou omlaag. Iets verder omlaag. Het omhoog. En dan nog omlaag. En nou weer vooruit. Ook lekker buiten, hè, kleine blondie. Wat zie ik nou? Heb je nog een gat in je sok? Ja. Heb je een gat in de sok, kleintje? Ja. Zo. Wij moeten weer met mondkapjes werken. Want de coronabesmettingen lopen weer op. We hebben ook alweer één coronacliënt. Dus om onszelf en de cliënten te beschermen, werken we weer met mondkapje. Dit vind ik dan altijd wel het minste aan het werk. Dat je een avonddienst hebt en dan door het donker moet lopen. Nou ja, hoort erbij. Gelukkig hoef je nooit zo heel ver te lopen. Kun je de auto overal wel redelijk dichtbij zetten. Maar het is toch ja, niet zo'n heel fijn gevoel altijd. Nee, nee. Nee, jij mag nog niet, appeltje. Nee. Nee, dat is zielig, want hij mag het nog niet, schat. Ach, wauw. Nee, mag niet. Niet doen, niet doen. Huh? Nee, niet doen. Appelkijk. Nee, hij heeft net boterhammetje op, schat. Dus. Doe je maar lekker je appeltje eten. Appeltandjes. Ja, hij heeft wel al tandjes, maar nog niet genoeg. Hij moet nog meer tandjes hebben. Ja? Voor een stukje appel. Hé, hey, waar ga je dadelijk naartoe? Hallo. Ga je weer naar school? Ga je weer lekker spelen? Met Teddy. Met Teddy spelen? Ja. Is dat jouw vriendin? Oh, gaan we lekker spelen, hè? Mama jou zo brengen. Wat doe je nou? Hij kan toch zelf kruipen? Geef je tutjes hier? Tut hier. Tut hij alleen met slapen in, hè? Ja. Goed zo. Wat doet ze nou, Liano? Kom hier, kom hier. Niet op dan, maar jou is het litter. Wil je niet doen? Hè? Dat is wat een foto doet. Wie doet dat? Jij. Jij? Ik doe zo. Ik doe heel zachtjes. Oh, niet zo hard doen. Nee. Nu een liedje maken. En dansen. Hey. Hallo, ik sta nog bij de McDonald's. Ik had een goed idee. Ik dacht, ik haal een milkshake. Doe ik daar die McDonald's saus in. Deksel erop en dan een rietje erin. En dan geef ik hem eigenlijk aan Sas. En dan zeg ik tegen haar van, oh kijk dan, proef dan, lekker smaakje, is nieuw. Goed, kijk, zie je het al, hè? Het gele van de saus. Dus ik ben benieuwd. Ik heb het dus hier. Dus kom zo naar beneden. Dus ik ben benieuwd. Ben je bij de McDonald's geweest? Dat is eigenlijk opnieuw. Heb je niks van ons gehaald?
Binnen, papa milkshake. Ja. Wil je ook milkshake? Ja. Lekker hoor. Proef dat dan maar. Lena, wil je proeven? Nee. Het is zout. Mijn film is. Wat? Wat is dat? Hij komt wat saus. Godverdamme. Godverdamme. Nou, toen dacht Glenn dus even grappig te zijn met zijn milkshake. Eerst proefde ik niks, want dat zijn die papieren rietjes. Dus ik moest keihard zuigen. Maar toen ik dat deed, kreeg ik al die groene stukjes wat in die saus zit, kreeg ik allemaal mijn keel. Voel erg vies. Ik dacht echt, wat is dit nou weer? Maar ja, dit komt goed. Hij is dus blijkbaar nog niet klaar. Hij gaat door met pranks. Gaan wij ook papa terugpakken, hè? Ja. Ja, daarom. We moeten maar even kijken nog wat. Maar dit kan niet zo doorgaan. Ik dacht al, waarom gaat hij alleen de milkshake voor zichzelf halen? Hij heeft helemaal niet gevraagd van of wij ook iets willen. En Milena is ook altijd gek op een milkshake. Nou ja, komt goed. Bij deze gaan we ook de vlog afsluiten. Kom je mee zwaaien, Milena? Kom maar. Zeg maar, doe maar allemaal de duimpjes omhoog. Doe maar allemaal duimpjes omhoog. En zeg maar, abonneer. En tot de volgende keer. Doei. Doei. Doe maar zwaaien. En een handkus. Goed zo. Dag. Dag.